Eindelijk wonderlijke, fantastische nieuws hier oor die namere verkeer, geen ernstige haakplekke nie, is maar net die ou Tamaleki en dit is een pyp wat ek like, vir my vroeger gebars het in Osea Kotako Rylaan, noord-suid richting tussen die kruising Frans en Dongo en dan Bismarckstraat. Vir die afgelope paar weke is daar al reeds een probleem